ik ben Zinne. Leuk dat je kijkt. Mijn moeder, mama belde me net op. En die zei dat er mijn telefoonhoesje binnen is gekomen. Ik heb hem hier naast me. En ik denk het is wel een leuk ideetje om dit uit te pakken en te laten zien. Gewoon een kleine korte video. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder op mijn kanaal. En druk nog even op het belletje, want dan weet je wanneer er een nieuwe video wordt geüpload. En omdat ik steeds naar die kant toe kijk, omdat mijn vader daar zit. Dus ja, laten we beginnen. Hallo. Er staan ook video's van hem op YouTube, omdat die van papa waren. Eerst was YouTube kanaal van papa. Ik heb hem gewoon ingenomen en weg ingepikt. Hehe. Maar ja. Ik kan hem nog niet zien. Ik weet al welk telefoonhoesje het is en ik heb hem. En dit is het telefoonhoesje. Ik film hem gewoon met mijn telefoon. Dat doe ik meestal. Dat doe ik altijd. En zo ziet hij er dus uit. Ik ga hem uit de verpakking halen. Waarom zitten ze altijd in die vervelende doosjes? Nog een doosje. En dan zit hij weer in een plastic doosje. Echt. Deze is niet zo fijn als die nu. De buitenkant is zacht. Maar geen haartjes. Je voelt het niet naar het voelt. Geen idee. Maar dit zit erin. Ook nog zo fijn. Hé, en papa, dit is van plastic. Kijk, papa, dit is van zacht plastic, dus deze kan niet zo snel kapot gaan. Dat is handig eigenlijk. Ja, wacht even. Ik pak even mijn andere telefoon. Hoesje. Also, waar is mijn oude telefoon? Nou, ik laat wel zien met mijn nieuwe. Ik kan hem nu niet vinden. Ja. Nou ja. Papa, waar is mijn oude telefoonhoes? Nee. Zo, mijn zusje is vandaag jarig, dus ik kan morgen nog een stuk of 20 video's op mij komen van hetzelfde. Maar ja. Zo zijn we nou eenmaal. Het is nog best fijn ook. Maar kijk, deze kant hier zo, van binnen, ongeveer hier zo. Dit, dat zat er dan niet. En dan was het ongeveer van hier heen, dan mocht dat dan hier kapot. Lag hier eruit. Zat dit er niet. Lag hier het eruit. Lag het hier tot dan hier eruit. En dan hier nog een heel stuk eruit. Dus die... Moet ik hem echt kijken hoe vaak ik liet vallen. Maar. Flexibele. Kaksticker. Kaatstickers. Mat zegt meestal, wil je een sticker? Ja, leuk. Maar ik heb hier een zebra poppetje naast me. Zo, la 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 la. Maar die past er helaas niet bij, maar ja. Wacht. Ik wil mama daar. Ik moet mama daar nog wel even bellen. En wij hebben vandaag squishies gemaakt. Wacht even. Papa vandaag. Papa,
even checken of je ook wel aan de eierkoek is gaan zitten. Kijk. Wij hebben twee poezen. En ik zag net nog twee eierkoeken staan. Ik denk, lijkt me wel lekker om even een eierkoek te nemen, maar het is... lag nog wel op de aarde gelopen. Chica en Joko hebben het denk ik aangestoken. Ik ging voor de unicorn, alleen... Hij is niet goed gegaan. Zo te zien, want hier zit nou allemaal zwart. Niet, hij is... Ik geef een tip, doe dit echt. Never, nooit. Om bij iemand squishies te gaan maken, want... Dit, de voorkant is mooi, maar... Ach, nooit. En er was ook niks aan. Niet waar, papa? Mijn vader heeft zelfs meegedaan. Geholpen. En hij vond er zelfs niks aan. Mama vond er niks aan. Mijn zusje vond er zelfs niks aan. Je kon er wel slijm maken, sminken als prinsessa. En nog heel veel meer. Bella. Nella, waar ruik je? Au, dat heeft pijn. Dus ja. Dat is gewoon een klein detailtje, maar we zijn al 6 minuten. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Bye!